actie. Je haard gaat hier. Ja, moet net een misgedragen. Ja, ik ook. Mijn haard ziet er ook niet goed uit. Ja, dat is beter. Dat is beter? Ja, voilà, dat is beter. En actie. Hallo iedereen, welkom internet. Terug in Plush. We zijn wel echt lang thuis geweest, hè. Maar december was ook wel een leuke maand voor jou, hè? December was een hele leuke maand voor mij. Ik was hele maand in Polen. Mm. Goh, zo lang geleden dat ik zo lang in Polen ben gebleven. En gewoon mijn familie zien en... En dat is het eigenlijk. Mm. Mijn familie zien en daar gewoon zijn. En een beetje niksen, een beetje babbelen, een beetje terugbonden. Mm. Een beetje van alles. Pools eten, oma en opa eten, zien. Ja, echt absoluut. Oh, heerlijk. Dit was echt leuk. Ja, maar het was echt goed om je zo gelukkig te zien ook. Want je komt daar ook wel echt tot je recht. Je voelt dat echt van, dat zijn je roots en je hoort daar thuis en je bent daar geliefd. En ja, je kunt daar gewoon eraf houden zijn. Ik voel me daar wel zeker geliefd in die huis waar ik opgegroeid ben. Ja, dat merkt je ook. Ja. Er hangt heel veel liefde. Heel veel liefde en echt heel veel leven. En grappig vind ik vanuit Human Design dat uw omgeving kitchens is. En ik ben vaak in kitchen. En je hebt echt meer en veel van je tijd in de keuken doorgebracht. Dat is echt het hart van dat huis. Maar dat is ook zo Polen. Als je ergens gaat, dat is altijd in keuken te doen. Dus ik denk niet dat dat ligt aan mij gewoon algemeen, maar dat is gewoon keuken in Polen is een plaats waar je zit. Ja, maar dat is het hart van het huis. Dat is waar het leven gebeurt, waar de goede gesprekken plaatsvinden, waar alles lekker eten gemaakt wordt. Ja. Dus met Human Design is dat ook waar kitchen environments voor staan. En dat is ook waar jij je gewoon met thuis voelt. Je thuis voelt. Ja, dus dat is wel grappig om te zien, vind ik. En ik dan als mountain, die... maar heel graag wel kunnen terugtrekken op mijn kamertje, op de hogere verdieping. Een beetje uitzicht hebben op alles. Ja, je hebt wel een grote uitzicht gehad op hele kerstgedoe en alles. Sneeuw, dat ook vooral. Ja, dat was leuk. Ja. Dat was leuk. Maar dus, we zijn na uw verjaardag te gaan vieren en een goed dansje te placeren in Antwerpen. Ah ja, juist. Ja, inderdaad. Ik ben 30 geworden. Ben ik 30 geworden. Ja. Oh. Yes. Congratulations. Dankjewel. Ben, heb overleefd al die jaren. En dan zijn we naar Warschau gevlogen. Hè? We zijn niet met de camper gegaan, want we vonden de investering in winterbanden voor... Dat was €800 winterbanden voor eventjes naar Polen te gaan en dan terug naar Spanje te gaan. Dat vonden we echt te zot om te doen. Was niet waard. En ook te koud, we zouden niet slapen. Of we zouden de hele tijd moeten verwarmen, maar per 3 dagen zouden we de hele tijd moeten bijtanken voor LPG. Ja, dat was gewoon te zot. Dus we zijn gevlogen naar Warschau. Want? Want mijn beste vriend, Patek, pozdrawiamcie Patek, Mateusz is zijn naam, dat is zijn nicknaam. Woont daar. En ik wou graag met hem een beetje Warschau verkennen en drinken en je weet hoe het gaat. En dat was niet zo gegaan zoals we dachten, want we zijn meteen ziek geworden. 5 dagen in hotel. Ja, ik vooral. Ja, jij vooral. Ik had enorm veel koorts en ik heb echt zotte koortsdromen zitten hebben. Echt zoals ik ze niet meer heb gehad sinds ik kind was. Ik heb het gevoel dat ik daar echt heel veel verwerkt heb van de afgelopen periode. Zoals we in de vorige video ook al zeiden, dat september was zo hectisch en dan... Zo vaak ziek geworden op zo korte tijd. Ja. We zijn in Zweden ziek geworden. Ja. Wij zijn dan gaan afzieken in België. Uitzieken, afzieken. Dat is het nieuwe woord, afzieken van België. En dan in Polen zijn we weer ziek geworden. Ja, maar dat was voor mij vond ik echt wel anders. Ik heb Goed niet dan? Het gevoel dat ik zo ziek was als in Zweden. In Zweden had ik echt keelpijn en verkouden en eigenlijk dan die bronchiet. En die sinusholteontsteking. Maar nu heb ik vooral koorts gehad.
Jij bent dan 4 dagen gaan drinken zonder mij? 4 dagen, 1 dag gaan drinken. Maar ik heb dan voor 1 dag voor hele jaar gedronken. Ja, dat is wel leuk. Ik heb pilletjes genomen. Ik dacht, ik ga toch niet overleven, maar ik wil een zaal hem zien. Dus dat heb ik gedaan. En dan van 1 whisky met colaatje kwam er 2e. En dan na 2e kwam 3e. En zo was een hele avond. Zo heb ik mijn ziekte overwonnen. Ja. Voilà, ze. Don't do this at home, kids. Ja, dat is wel heel leuk. Dat is lang geleden. Zeker met hem. Rovara ze mnou, miałaś wypić. Kurwa, mać miał ci wypić. Dus ja, dus dat waren de 5 dagen in Warschau, hè, op hotel en gedronken. Oh, en het is gesneeuwd wel. Ja, je hebt wel heel dik gesneeuwd. Ja, dat was wel echt heel zalig om zo in die sneeuw te wandelen en toe te komen. En, dat was mooi om foto's te nemen. Ik vond het ook gewoon heel gezellig. En dan even een half uur in de trein naar uw dorp. Hè? Naar mijn dorp. Naar Bjauwegaard. En bestemming Bjauwegaard. En dat was leuk. Voor mij was het heel leuk. Voor jou natuurlijk veel minder, omdat je Polsen kent. En ja, dat was gewoon heel veel voor jou. Komen, en ik ben gewoon niet de beste vertaler. Ja, nee, het is gewoon heel vermoeiend om voor mij één sowieso al om de hele tijd onder mensen te zijn. En dan zoals iemand een taal spreekt waar je echt totaal niet in mee bent. Zo. Ja, je bent gefocust, maar je kunt je eigenlijk op niks focussen, want je snapt er toch niks van. Nee. Dat is voor jou gewoon vermoeiend, hè? Want iedereen ja. wou en iedereen deed zijn best. Ja. Maar ja, soms is het leuk om in je kamertje te zitten en gewoon te werken en niet gestoord worden door 2 schattige kleine duiveltjes. Dus dat was wel een beetje. Ik dacht dat je meer privacy zou hebben, maar toch lukte het niet altijd. Nee, maar dat is zo dat leuke, dat is wat jij zo belangrijk vindt. Hè? Dat die ja, dat warm gezinsleven. Ja, die huis leeft, hè. Dat huis leeft. Dat vind ik leuk. Je grootouders wonen daar, je onkel, je tante, 2 kinderen, een hond, voilà. Wij. Dat is echt een drukke bedoeling, hè. Ja. En iedereen is all over each other's business. En het is geen rust. Er is echt geen rust in huis. Geen yoga, geen zen. Geen niets. Meditatie, geen nee. Breadwork, geen... Nee. Het is zoals kerstmis, hè. Heb je ervaren zoals Amerikaanse kerstmisfilm, hele familie bijeen, ja, allemaal in de keuken, overal, en iedereen zich bemoeien en dingen en dat. Ja. Dus dat was heel leuk, ik vond het wel heel, heel leuk. En je hebt allemaal Poolse gerechtjes uitgeprobeerd.
Ja, vertel eens over de Poolse gerechten. Ja, oké. Ik ga beginnen met het begin. Het eerste is het oma-eten. Oma-eten? Ja, dat is echt gewoon het beste eten in de wereld. Dat wordt net zo bij liefde gemaakt. Dat is gewoon... En waren patatten goed van mijn oma? Ja, echt lekker aardappeltjes. Serieus? Ja. Echt waar, ik meen het. Hand op mijn hart. Dus dat was heel lekker. Vooral zo... je oma maakt allemaal zo zelf zo opgelegde of gepekelde groentjes. Ja. En ik dacht eerst van, ik denk niet dat ik dat ga lusten. Zoals paprika. Die paprikatjes en die pickles en zo. Ja. Maar ik was daar echt door verrast. Dat was echt heel lekker. Dus dat was mijn eerste goede recensie. Voilà. Google review. En dan het kerstmis, ja. Ik vond dat leuk dat er zoveel zelf gemaakt was. En dat we zo uw tante en uw onkel konden helpen met alles maken. Ik vond die rode bietensoep heel lekker. Terwijl je dacht dat je niet lekker zou vinden. Terwijl ik dacht dat ik het niet lekker ging vinden. Omdat dat zo heel aardse smaken zijn, ja. Rode biet. Rode biet is niet jouw smaak. Nee, als ik dat zo eet, dan dat is dat niet mijn favoriete groente. Maar ja, ik dacht ik wil wel proeven. Ja. En dat was echt heel, heel lekker. Die kruiden die daaronder zaten en zo, dat was echt heel... Ja, heel onverwacht. En dan zo met die mini dumplings in. Ah ja, 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 dat is normaal Ushka. Ushka. In Pools, Ushka. Dat was echt super, super nice. En ik vond ook die kroketki lekker. Kroketki? Ja, kroketten. Ja, kroketten. Dan dacht ik dus echt dat kroketjes. Dat is zo'n pannenkoek eigenlijk. Ja, dat wat was dat? Een pannenkoek. Ah, pannenkoek, ja. Maar dan met... Gevuld met champignons, ja. En zuurkool. Zo met zo'n dikkere pannenkoek. Ja. En dan pancake-y. Opgerold en dan wordt dat gepaneerd. Ja. En dan... Ja, dat is ook lekker. Dat was heel, heel lekker. Een hartig ja. Pannenkoekje met dat ja. Eigenlijk, ja. En, denk je. Oh, die taart die je tante had gemaakt. Dat is hem wel lekker, hè? Oh, die gembertaart met ja. Al die rode besjes op. En dan chocolade. Oh, daar heb ik echt zoveel van gegeten. Terwijl ik eigenlijk geen zoete kou ben. Dat waren wel lekker. Dat was echt ja. Lekker. En dan zo die kleine, precies, croissantjes. Die kleine croissantjes, die waren ook insta op, hè? Oh, dat was ook zo lekker. Maar een stuk of 50 of 60, die waren op twee ja, daar dagen heb ik op, denk ik. Daar heb ik ook van gegeten. Allee, misschien langer. Dat waren mijn favoriete dingen. Wat ik verschrikkelijk vind, is alles in gelei. Maar dat is niet zoveel. Nee, maar dat vind ik echt, dat ziet er zo onsmakelijk uit. Het is galaretka in gelei. Dus alles vies en koud gerecht, oh, is allemaal in de gelatine. Nee, dat is echt helemaal. Ik vind het eigenlijk wel lekker. Ja. Maar omdat het... Normaal gezien vond ik ook niet lekker toen ik jong was. Hè. Ik had het nooit. Maar nu vind ik wel ja, lekker. Ja. En heel veel koude salades. Hè. Ja, jullie noemen dat salades, maar ik zou dat echt geen salade nee, noemen. Nee, ja, dat is geen salade zoals een slaatje komkommer en zo. Dat is, ja, maar dat is een achtige salademix. Hè. Ja, dus allee, het eten was heel gevarieerd. Heel anders dan wat we in België eten met kerst. Ja. Of gewoon te koer. Maar leuk, het is leuk om al die dingen een keer te proeven en iets nieuws te hebben geleerd. Ja. 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 En die kompot vond ik ook lekker. Kompot, ja. Dus dat is een soort warm appelsieder, wat vers gemaakt wordt met zo appels die eerst gedroogd zijn en dan gekookt worden. Ja. Een soort appelthee. Wat was het minst lekkere gerecht die je gegeten hebt? Die als je Griekse kan herinneren. Vis ofzo. Griekse vis, dat vond je niet lekker. Dat vond ik nee. Niet lekker. Dat is riba, ja, Griekse vis, dat is riba pogretsko, dus Griekse vis. Dat is ook een heel bekende Pools gerecht en dat wordt niet enkel gemaakt op kerstmis. Nee, dus jij vond het niet lekker. Dat is echt niet mijn ding. Omdat het koud was? Of, ja, ik vind dat sowieso gek dat heel veel eten koud is. Jullie maken heel veel op voorhand, dan wordt alles bijna koud gegeten. Van ja, mij, wordt wel koud gegeten, ik heb ja, een inderdaad. Voor warm eten, denk ik. Ik zou niet weten waarom, maar het wordt wel zo in Polen ja, gegeten. Ja, dat vind ik ook al gek gewoon. Al die gerechten denk ik dat ik lekkerder zou vinden als die warm zouden zijn. Dat doet mij denken, ik heb ooit op het schip één keer koude groenten geserveerd. De koude groenten? Huh? Ik denk, in mijn eigen. Toen vind ik niks mis mee, koude groenten, wat? Ja, warme groenten eet je. Dus dat is misschien. Of oesters meer.
Ja, oosters, ja, daar kan ik niet over spreken, maar ja. Pools wel. Want ja, als je mama koopt, dan zijn ook altijd koude groentjes. Ja. Ik vind het altijd wel, als je warm eet en dan met koude groenten, dan, ik weet niet. Ik vind warme groenten ook lekker, hè? Je moet alles eten. Ja. Ja. Ja, gewoon. Ja. Wat tafelschaft eet ik op? Wat potschaft. Voilà, wat potschaft. En wat ik ook grappig vond, of leuk vond, was zo die kersttraditie die jullie hebben. Jullie zo'n soort hostie met elkaar breken. Ja. Allee, ik weet niet wat een hostie is, maar het is een hostie. Dat is zo'n lang vierkantig plaatje, daar staat dan zo'n heilige op afgebeeld, ja, denk ik. Of ja, Jezus of zo. Hangt er af in welke winkel je koopt. En dan deelt je, je breekt dat en dan wenst je elkaar iets mooi toe en dan eet je dat op. Ja. Dat vind ik wel een schattige traditie die... Dat is denk ik, deze traditie denk ik uit de langste blijven. Zelfs als we, laten we zeggen, Polen niet meer christelijke land is, gaat die traditie denk ik nog blijven. Ja, dat is gewoon mooi. Dat is zo, vind ik, een variant op een nieuwjaarsbrief. Want dat doen jullie niet. Nee, een nieuwjaarsbrief doen wij niet, maar we doen inderdaad hosties. Dus, ja, dus dan heb ik hostie en je hebt hostie en dan breken. En dan wens je wat je wilt wensen en dan eet je het op en dan andersom. En zo voor iedereen. Ja. Voor iedereen. Ja, dat was wel heel leuk. En ook zo schattig zo. Bij mij wilde iedereen zo in het Pools en dan... Ik verstond niet wat iedereen wou zeggen, maar je voelt gewoon zo de warmte achter die woorden. Ja, en ik was er niet. Nee. Dat was, want iedereen was over the place. Ja, dat was echt zo, iedereen die lekker tijd. Ja. En dan de pakjes open doen, ja, dat was ook... Chaos. Mayhem. Ja. Dat was echt zo, iedereen tegelijkertijd een pakje, alles samen. Dat is niet in elke Pools gezin, hè. Dat is gewoon hoe wij zijn. Ja, dat is echt een mooi voorbeeld van hoe jullie zijn. Ja, voilà. Familie. Luid en druk en chaotisch. Luid en druk en chaotisch. I like it. Soms moet je variëren op hele rustige, nomadische leven. Soms moet ik... Ja. Ja, dus dat was wel grappig om in te zitten. Ik ben blij. Ik ben blij vooral dat jij het gezien hebt en dat je het weet. Ja, want het was ook schattig, want uw oma en uw opa verjaren ook de dag na elkaar. Ja. 20e en de 21e december. Zoiets. Ja, daar ben ik zeker van. Voilà. En ja, dat was ook leuk, want we hebben dan 2 dagen een taartje gedaan met hen. En ja, nu zijn die er nog, hè? Mm-hmm, klopt. Dus dat vond ik er vooral fijn aan, zo, dat je dan nog met die grootouders kon vieren, want je weet ik dat ook toch nooit, hè? Mm-hmm. En ja, ik weet hoe warm een band ik heb met mijn oma's, dus had. En ja, zo was een positief woord voor jaloers. Jaloers kan ook positief zijn. Ik kan positief jaloers zijn. Ja, hè? Zo jaloers van... Gewoon. Ik zou dat ook ik willen. Ik dat ik met mijn oma ook nog zo kon vieren en ze nog eens kon vastpakken. En zo. Dat was leuk om dat dan te zien dat jij dat met je grootouders had dit jaar. Ja. Ja, mijn grootouders zijn 81. Ja, en dan na kerstmis... Kwam nieuwjaar? Nee, ben ik naar huis gevlogen. Ben je naar huis gevlogen? Dat was ik helemaal op mijn één aan het feesten, mijn lever naar de kloot te brengen. Goed. Was dat niet drinken? Zo, natuurlijk, ik beloof jou, ik ga enkel op nieuwjaar met mijn vader drinken. Elke dag. Maar ook even side note, nee, want... Nee, dat mag erin. Nee. Dat mag erin. Nee, maar je bent aan de huisarts geweest en jij hebt te hoge cholesterol en je leverwaarden waren afwijkend. Dus eigenlijk heeft de huisarts gezegd, je moet op je voeding en in je levensstijl werken. En ik ben toch nu aan het letten. Alcohol past eigenlijk niet binnen dat plaatje. En je hebt dus al sinds we geland zijn in Warschau veel gedronken. Ik zeg het, voor die hele maand tijd. Dag, voor die hele maand tijd heb ik voor het hele jaar gedronken. Maar je hebt bijna elke dag alcohol gedronken. Bepat ik 1 dag van de 5. Oké, en dan alle andere dagen? Ja, ik ga nu geen agenda. Ja, elke dag een pintje, 2 of 3 met mijn nonkel. Voilà, ja, dus je hebt elke dag gedronken. Dus voor je lever is dat toch niet optimaal. Heerlijk. Zo lekker biertje drinken en al ja, die eten waar, en praten. Ik ga daar niet op bezuinigen. Ik kan mijn lever niet op. Voilà, ik kan mijn lever hier niet op bezuinigen. Ik hoop dat jullie goede gesprekken hebben gehad met elkaar en gezegd: weet je, oké, deze telt niet mee. Ja, jullie hebben beter gesprekken, jullie onthouden wat er gezegd wordt.
Jullie vragen goede vragen. Maar bo, dus... Nee, maar... Ja. Maar dus, ja, dan ben jij alleen nog in Polen gebleven. Wat heb je allemaal nog gedaan? Ik ben vooral nog dat extra week gebleven, of toch na nieuwjaar. Omdat ik toch met mijn vader wou tijd spenderen. Ja. En dat heb ik vooral gedaan. Familiebezoekjes, dus, bij je tante, bij je oma. Dus die dagen heb ik met mijn onkel samen bezig gehouden met twee dochters van haar. Van hem. Hmm. Twee dochters van hem. En voilà, gewoon zo'n beetje familielied uitgehangen. Familielied uitgehangen. Ja, ik was gecast in die rol. Ja, dus ze hebben mij besteld. ze hebben me besteld. En, ja, ik voilà. Heb een deel gedaan. Ja. Ja, maar als ik eerlijk mag toegeven, dat hele maand was toch ook te lang voor mij. Dat je mij mist. Omdat ik jou miste, vooral. Ik miste Bo. En nu wil ik terug naar Polen. Nee, maar gewoon omdat ik daar toch geen eigen plekje heb. Dus geen kamer die op slot kan of zo. Dat is echt nodig. Dat is echt nodig. Nee, maar zeker gewoon geen eigen plekje. En ja, dan denk ik van ja, ga ik nu alleen zijn of ga ik nog tijd spenderen met mijn onkel, met dingen. Dus dat is altijd dit en dat. En dan werd toch die paar laatste dagen toch... zwaar ook. Zwaar, ja. Toch zwaar. Ik had, Ja, en in de tussentijd las ik lekker thuis. In mijn eentje, mijn eigen ding te doen, te viben. Zo chill, ja. Maar ik heb wel een chille periode gehad, hè, er niet waard. Ja. Voor mij was dat ook wel eens fijn om zo even helemaal alleen te zijn. Want als we in België zijn, dan blijven we bij mijn mama slapen. Omdat we de camper daar in de tuin kunnen zetten. En ik heb mama ook naar de luchthaven gebracht, 2 dagen nadat ik thuis kwam. Die was op vakantie met nieuwjaar en dan had ik gewoon een hele week, of bijna 10 dagen denk ik, gewoon op mijn eentje. Oh heerlijk, de kerstboom en de open haard en elke dag een bad voor minstens een uur. En een beetje wandelen, een beetje schilderen, een beetje lezen. En je geniet daar ook echt van, hè? Ja, ik geniet daar ook echt van. Ah, dat was ook echt nodig, want ik heb zo slecht geslapen een paar nachten. Ik ben daar gewoon niet echt zo insomnia. Er was ook zoveel gaande, zo collectieve energie of zo, die ik binnenpakte. Dus ja, dat was gewoon fijn om zo met niemand of met niks rekening te moeten houden en gewoon echt te doen waar ik zin in had. Of geen zin in had. Niet doen. Ja. Ja, en dan was dat is mooi. Ja, dat is mooi. En dan was het ook weer leuk als je thuis kwam. Hallo! Ja, maar dat is dat zoals toen je nog op het schip werkte. Ja, die eerste jaren van onze relatie, dan werd je eigenlijk altijd 2 weken thuis, 2 weken op het schip, 2 weken thuis, 2 weken op het schip. En voor mij was dat wel fijn dat we er dan zo af en toe niet waard. Omdat ik dan ook gewoon mijn eigen dingetjes nog kon doen zonder u. En omdat dan kans geeft om elkaar te missen. Want sinds corona zijn we eigenlijk 24/7 altijd samen, hè. En dat is super leuk en dat gaat super goed. En in de camper ook, want die vraag krijg ik echt heel vaak van allee, als je dan nu 2 de hele tijd bent, dan gaat ons eigenlijk echt heel goed af, vind ik. Dat gaat ons heel goed af, zeg. Allee, toch? Ja. Ja, want... Ik vind het niet zo erg. Allee, ik vind het echt helemaal niet erg. Of ik moet schip kiezen, of jou gelukkig maken. En jezelf gelukkig maken. En mezelf gelukkig maken, dan kies ik... Moeilijke keuze. De rechte. Nee, maar ja, gewoon zo. Ja, we zijn altijd samen en dat is heerlijk. Maar het was ook fijn om nog eens gewoon alleen te zijn. De highlight was... Ziek zijn in hotel. Ja, dat is highlight nummer 1. Op plaats 2 dan, met die slee door de sneeuw. Oh ja, dat is leuk, hè? Ja, maar het werkt, hè? Wie stelt er?
werken. Ik hou gewoon, ik hou echt van sneeuw. Ja, ja, ik ook. Super mooi. Ja. Ik denk dat wij hier belaten en dan is heel deze hoofdstuk afgewerkt. Mm. En onze volgende video gaat dan zijn naar Spanje en in Spanje. Ja. Dus dan hoop ik dat ik zo snel achter elkaar, zodat ik zo snel achter elkaar monteer, zodat ik geen duizenden shots heb die ik nog moet verwerken. Ja. En weer al twee maanden achter zit. Zelf in de hand, hè? Dat heb ik zelf in de hand, klopt. Als ik zin heb, bewerk ik. Mm. Voilà, zo is dat. Dus ja, misschien kan ik wel nog iets toevoegen. Wij hebben nu over 100 abonnees. Ik weet, dat is niet veel, maar dat is ook wel veel. Voor mij persoonlijk. Leuk. 100 mensen die geïnteresseerd ja, zijn dus, in ons verhaal. Dus dankjewel ervoor. Al 100 plus. Ja. Echt, dankjewel. Mm. En leuke commentaar en ook op Instagram en zo. Dus dat geeft wel een energieboost om, verder te doen. Om verder te doen. Dus en voor de rest heb ik niet veel. Dan gaan we het hierbij laten. Hier gaan we bij laten. Okay. Rafa en Bo. Over en out. Over en out.